Hey man. Mirror's Edge. 2? Ja. Jij hebt hem gezien. Wacht, ik ga even mijn tas neerleggen. Ja, je was zo druk aan het dansen. Ik kan me niet echt focussen. Ja, ik was eventjes weg, sorry. Goed, Mirror's Edge 2 dus. Catalyst. Maar is het wel Mirror's Edge 2? Want het is eigenlijk een prequel op Mirror's Edge nummer 1. Ja, we gaan terug in de tijd om te zien hoe Faith Faith werd. Hoe Faith de eindbazin werd die ze in Mirror's Edge 1 was. Het is Faith Against the System van een totalitaire staat in een stad, City of Glass. Daar is een bad guy, die shit, geen enkel tegengeleid duidt hij. Iedereen die een beetje rebels is, die wordt gewoon bam opgepakt. Die wordt gedeporteerd naar Siberië of weet ik veel hoe het heet. En dat is natuurlijk kut. Ja, en zij gaan er een stokje voor steken. En we gaan zien hoe zij zo'n activist is geworden. Oké. En dat is de background story. Dat is de background story. Daar focust het DICE redelijk op. Ik heb de game gezien, gespeeld. Maar ze wil echt duidelijk laten zien van, ja, dit is de origin story van Faith. En dat is wel tof of zo. Ja, maar dan ga je het spelen. Dan ga je het spelen en dan valt op. Ik had de vrees van tevoren dat het veel meer op combat gefocust zou zijn. Is niet zo. Oké. Tenminste, niet in het gedeelte wat ik speelde. Het was gewoon weer freerunnen. Het was gewoon weer parcours. Je had je LB-knop, je linker schouderknop gebruik je voor alle acties die omhoog gaan. Dus springen. Aan dingen vastgrijpen, weet ik wat. En je gebruikt de linker trigger om alle acties omlaag te doen. Dus als je onder shit door wil sliden, weet ik wat. En dat klinkt heel simpel. En misschien een beetje Assassin's Creed-esque. Dat je één knop gebruikt en allemaal gruwelijke dingen doet. Maar dat is het niet. Je moet echt goed timen, zeg maar. En daardoor is het heel erg tof. En voelt het gewoon weer als Mirror's Edge 1. Ja. Maar dit keer in de open wereld. Dat was Mirror's Edge 1 toch ook wel een beetje, een open wereld? Nee, dat is toch heel lineair? Is dat heel lineair? Daar kreeg je toch gewoon die route die voor je werd uitgestippeld met allemaal rode dingen. Ja, dat is waar. Is dat nou helemaal niet meer zo? Dat zit er nu in, alleen is dat nu een soort van, zoals je in GTA je route zich aanpast aan waar je bent in de wereld, doet dat hier dat ook, zeg maar. Alright. Het is een open wereld waar je gewoon echt letterlijk een marker zet. En daar bepaalt hij een route van. Wijk je daarvan af, dan verzint hij een nieuwe route. Hij stippelt die route niet zo erg uit, want je hebt wel gewoon genoeg. Je moet echt nog wel goed kijken waar je heen moet, zeg maar. Dus ja, maar hoe is die wereld? Is die vet? Is die breed? De wereld is wit. Ja, oké, maar dat was Mirror's Edge ook wel een beetje. Ja, nee, precies. Nee, maar dat wil ik zeggen. Het lijkt gewoon eigenlijk best wel op Mirror's Edge 1 toch weer. Alleen dit met het verschil dat je nu ook echt op de begane grond kan komen. Ja, dat wilde ik zeggen, want Mirror's Edge 1 was vooral hoog in de gebouw. Ja, je had een of andere lelijke grijze texture op de vloer en dat speelde zich bovenaf. Nu, deze demo begon echt op straat. Je werd gereleased uit de gevangenis of zo en daar meet je een guy. Je kreeg een van de lens in, waardoor je allemaal visuals kreeg. Nou, weet ik, allemaal tof. En daarna ging je de daken op. En je kan naar beneden kijken, daar gebeuren dingen. De wereld is tof. En dat. Ja, maar... En in die wereld heb je allemaal objectives. Zoals een open wereld game betaamt. Maar gaat dit hem worden? Want het is bij Mirror's Edge 1 had ik wel het gevoel, ja, ik vind het tof. Ik vind het tof om over die daken te rennen. Aan shit te hangen, ergens langs te gliden. Maar op een gegeven moment was het trucje er ook wel een beetje vanaf. Ik kon het ook niet al te lang spelen, want dan werd ik er een beetje misselijk van. Deze guy. Ja, had je dat helemaal niet? Nee. Ik heb hem niet uitgespeeld omdat ik op een gegeven moment niet verder kwam. Ja. Omdat ik van alle kanten beschoten werd en ik zag geen enkele weg meer of zo. En daar werd ik heel depressief van. Maar ik had het dan niet dat ik er misselijk van werd. Ik vond het juist jammer dat ik niet meer verder kwam eigenlijk. Oké, maar nu? En dat nu hoop we het een beetje gevarieerder ook maken door dus ook allemaal objectives overal te doen. Die zoals in Assassin's Creed of weet ik wat, gewoon om extra dingetjes te doen. Je gaat een race doen daar, je gaat billboards hacken, je gaat weet ik wat doen. En dat is wel tof. Je bent niet gewoon aan een stuk door alleen maar verhaal aan het doen. Maar ja, als jij misselijk werd van Mirror's Edge 1, ga je dat ook worden van Catalyst, denk ik. Ja, oké. Maar concluderend, Mirror's Edge Catalyst, zo heet hij toch? Catalyst. Vat hem samen, wat vind je ervan? Ik ben positief verrast, want ik had een veel mainstreamer vervolg verwacht. Maar ik hou wel mijn hart vast wat hoe de rest van de game in elkaar gaat zitten. Want die bad guy en zo die we zagen zag er toch wel redelijk gamey, conventioneel uit. En terwijl Mirror's Edge 1 juist best wel uniek was. En ik hoop dat ze weer zo uniek kunnen gaan worden met de 2. We gaan het zien. Wanneer gaat die komen? Oh, nou vraag je me dingen. Ik zit aan het eind van een E3. Ik weet het even niet meer. Snel. Hoop ik. Ja, want niet ik dit ben jaar, wel toe aan een nieuwe Mirror's Edge. En hopelijk word ik niet te misselijk. Dus dat. Doei.
what's coming, Faith. This city is changing, and not for the better. Unless, of course, we stop it. You on the ground now! Go on, girl. Save us all. We'll be right back.